Hey de kijkers van de Wombatkoerel, vandaag weer een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag gaan we weer verder met mijn Let's Play serie, The Hardcore Wombat. Ik hoop dat jullie het nog steeds allemaal leuk vinden. En zoals je misschien al ziet, overal staan chesten en furnaces. En iedereen is druk bezig, want er wordt echt heel veel gedaan, heel veel gemined vooral. En er is ook heel veel resources gezocht. We zijn heel druk bezig met de metro om gewoon een goed verkeer te kunnen krijgen. Zodat als er ooit meerdere steden komen, er zijn al twee mensen bezig hun eigen stad te stichten. Dat zijn Roman, dat is dus Roman 1. En welke was het nog meer? Roman die is nog hier, maar die gaat zijn eigen stad stichten. Robert Jonker 1, die is daar in die richting een stad aan het maken. Er komt natuurlijk een metrolijn naartoe. Ik hoop dat jullie dat metro idee een beetje goed vinden. En even kijken. En Dane Donut, Dirk, is ook een eigen stad aan het maken. En die is hier echt 2000 blokjes vandaan ofzo. Dus dat is niet te doen als je dat elke keer moet lopen. Er zit een halve zee tussen. Dus dat is gewoon niet fijn. Maar daar zijn we dus allemaal druk mee bezig. Waarom we hier staan is omdat ik net twee mensen op de Wall of Fame heb gezet. Hier zo. Hij is niet echt mooi symmetrisch trouwens. Moeten we nog aan werken. Maar dat zijn de Jessessen 102. Die is nu ook online. Hij heeft 13 downs. Omdat hij toen hij spawnde in de wereld. Onze spawn zit heel hoog in de lucht. Dus je valt sowieso elke keer dood. Dus daarom heb ik hem gewoon niet ingezet. Ik zal zijn doods hierna dus een keertje resetten. En we hebben Mr. Dennis 2000. Die zat er de vorige keer ook al op. Maar toen was ik vergeten hem erbij te zetten. Dus nog sorry daarvoor. Ik hoop dat je het nu nog steeds goed vindt. Wat wij vandaag gaan doen is niet met het huis bezig. Dat is nog steeds even ver dan de vorige keer. Als de vorige keer. Ik lette er juist op en daardoor deed ik het fout. Maar wij gaan juist bezig met de metro. Of nou ja, we gaan het eerst eventjes laten zien. Dan kunnen we misschien een klein stukje aanpassen. Misschien aan de redstone werk of zo. Zoals je ziet, het staat hier helemaal vol met chesten. Allemaal troep vooral, want dit zijn de overblijfselen van iedereen die hard bezig is geweest. Overal zitten ook nog diamonds in. Goede potions, want we moesten een zee door. Dit is een chest van iemand anders die hem hier even heeft neergezet. NL Ingmar en Lego Kai, die hebben hier dus ook een chest staan. Maar die hebben goed geholpen. Dus bedankt ze daar maar voor. Dit wordt zeg maar een soort van plek waar alle tracks samenkomen. Om daarna goed met wissels en alles goed geregeld te worden. En dan komen ze hier dus allemaal samen. En ook hieronder komen nog 4 tracks later vandaan. 1, 2. Hier komt er dan eentje vandaan. En hier is 4. Want hieronder komen ook nog 2 perronnen. Dus we hebben in totaal 4 perronnen op in deze locatie. Want het is natuurlijk de hoofdstad. Dus het moest wel een beetje groot worden. En tot nu toe, de motivatie zit er goed in. Hier zo zie je dat allemaal redstone ligt. Deze redstone is voor de rails. Die kunnen we dus aan en uit doen met deze torch. Door bugs en alles werkt het niet altijd even goed. Dat het signaal helemaal doorgaat staan tijdens. Deze is nu uit. Hij lijkt aan, maar de texture pack is eigenlijk nu dus dat hij uit is. Door bugs en alles was het eerst zo dat als ik hem hier zo aandeed, dat het redstone signaal soms op de helft stopt of zo, doordat een chunk niet goed laden. Dat hebben we gefixt door een plugin te installeren. Misschien dat hij erbij staat. / plugins. Even kijken, World Guard en World Edit. En daarmee hebben we gewoon chunks geselecteerd die niet mochten despannen. Ook chunkload hebben we daarvoor gebruikt. En we hebben ervoor gezorgd dat er geen mobs kunnen spannen. Want helaas, sinds kort kunnen mobs wel op half slap spannen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling geweest van deze metro. Dus heb ik het toch maar op een soort van cheatende manier gedaan. Door gewoon het niet mogelijk te maken om in deze gangen natuurlijk. In de rest van de wereld kunnen ze wel spannen. Ook hebben we hier lampen boven. Een metro vind ik dat die donker hoort te zijn. Andere spelers op de server vinden dat het niet zoveel uitmaakt. En ook een heleboel vinden dan weer wel van dat het wel uitmaakt. Maar de meeste belangrijke metros zoals Parijs en Londen die zijn gewoon donker in de gangen. Dus de lampen kunnen ook helemaal vanaf hier aan en uitgezet worden. En gefeliciteerd met je achievement. Hot topic. Hij is goed bezig. Hij zit dus pas een paar uur op de server. Want er ging eerst een hele tijd dood zonder dat ik online was. Dus het was voor hem een beetje irritant. Dus laten we de track eventjes uitproberen in het donker. Er zullen geen mobs spannen, dus dat is helemaal perfect. En zoals je ziet, het gaat tot nu toe niet snel. Dat komt omdat we nog op gang moeten komen. Later komt het natuurlijk aan het begin veel meer power drills, zodat je meteen al op gang bent. En als je even naar F3 kijkt, op zich gaat het best snel. Ongeveer, nou, wat zou het zijn? 5 meter per seconde. Het gaat in ieder geval sneller dan lopend. Als je rent van het begin naar het einde, dan ben je geloof ik 3 minuten 20 bezig. En met een minecart is het maar 2 minuten 20. Dus dat is best wel een hele versnelling. Dat is bijna, nou, laten we zeggen 40% zoiets. Dus dat is super snel op zich. En je hoeft hier natuurlijk niks voor te doen. Als je een hele lange track hebt van bijvoorbeeld 10.000 blokjes, zal vast nog wel een keer komen als we gewoon met heel veel mensen op de server zitten. Dan kun je dus gewoon even 5 minuten gaan zitten. Je kunt iets anders gaan doen. Dan kom je terug en dan ben je op de locatie waar je wilt zijn. Dat is eigenlijk het idee. Dit is een light bug, denk ik. Even kijken, wat is hier mis? Nou, volgens mij helemaal niks. Gewoon een light bug, want het hoort hier gewoon donker te zijn.
Dan heb je soms op servers en vooral met buckets en alles bij. Oh, check die lampen aan en uit. Gaan dan. Geen idee wat dat is. De vorige keer deed hij het wel gewoon perfect. Hopelijk gaat dat nog een keer gefixt worden met buckets en mic. Want licht en water, dat is toch wel echt hele moeilijke dingen om goed te programmeren, lijkt mij. In ieder geval, dat heb ik gezien in veel games dat ze dat niet altijd helemaal goed hebben. Dus de track. Het is ongeveer 1000 blokjes lang. Ik weet niet of ik al had verteld waar hij naartoe gaat eigenlijk. Want daar staat dus ook al het begin van het station. Maar dat is dus het eiland van de oude serie. Niet de oude serie, dezezelfde serie. Van de eerste 20 afleveringen of zo. Want daar wil ik verder natuurlijk nog wel wat gaan doen. We willen nog dat heksenhuisje ooit een keer afmaken. En het is gewoon handig dat we daar gewoon spullen ook weg kunnen halen. En misschien dat we dat wel gewoon helemaal vol zetten met farms. Wie weet. Het is maar een idee dat dat gewoon het farm eiland wordt. Het is een eiland, dus je kunt er op zich hele leuke dingen mee doen. Dus dat is heel erg nice. Het is nog een klein stukje als ik F3 er eventjes bij pak. Het is nog 150 meter. En ondertussen zoeven we zo door deze gang heen. Als het goed is zullen we dit bijna moeten zien. Maar zoals je je waarschijnlijk wel kunt voorstellen, gaat hier ontiegelijk veel materiaal in zitten. Dus ik ben ook echt heel erg blij dat iedereen goed heeft meegemined. Eigenlijk heeft iedereen wel goed geholpen. Natuurlijk wel een paar mensen meer dan de anderen, dat heb je altijd. Maar dat maakt verder niet heel veel uit. Het gaat erom dat samen wordt gewerkt op deze server. En hoe ga je hier uit? Zo. Dit is nog wel een probleem natuurlijk, omdat ik hem daar rond had lopen om te testen of we ook weer terug konden, gewoon in één keer. Maar nu zijn we dus op het andere station. Dit is allemaal onder water, ook een heel groot deel... Ook een heel groot deel van deze gang is onder water. Dat was dus best wel moeilijk om dit helemaal leeg te halen, maar gewoon door het in te vullen met dirt en daarna weer helemaal leeg te halen, is het gelukt. Dus je ziet, hij is wel gewoon uit, de lampen zijn uit, maar om een of andere reden is het nog wel gewoon donker hier. Misschien als we slash reload doen. Zou dat het fixen? Nee, maar daardoor word ik wel aangevallen opeens. Opeens is het spannende een zombie hier, of die stond er gewoon al de hele tijd. Ik had hem in ieder geval nog niet gezien. Dus je ziet, er loopt helemaal redstone. 1, 2, 3 redstone signalen lopen hier helemaal naartoe. Dus dat is sowieso al 3000 redstone. Plus al die repeaters die er nog tussen zitten. Alle rails, al die ijzer. Er zitten 3 stacks iron blocks in ofzo. Dat is echt heel veel. Maar gelukkig, we hebben het best snel bij elkaar kunnen verzamelen door gewoon met heel veel tegelijk te gaan minen. Hier was ik bezig water breathing potions te maken, zodat we gewoon onder water goed konden bouwen en niet heel slow allemaal gingen. Kijk, weer wat ijzer erbij. En hier dus hetzelfde design voor het station tot nu toe. En dan zijn we hier zo aangekomen. Boven de grond van die in de metro onderweg lijnen. Daar kunnen dus geen mobs spannen. Maar op dezelfde coördinaten daarboven, daar kunnen ze wel gewoon spannen. Dat is gelukkig heel nice gedaan met die plugin dat ze niet overal niet kunnen spannen, maar alleen op die hoogte. De chunk load, dus dat de chunks altijd geladen blijven, die zit wel op de hele chunk, dus ook tot helemaal tot aan bovenaan. Dat kan een beetje lag veroorzaken. Als het te erg wordt, dan zal ik er een andere oplossing voor moeten vinden. Of moeten we gewoon niet zo leuk doen met allerlei ingewikkelde sporen. Dat is het dus. Het is nog altijd veel sneller om gewoon met de nether te gaan. En dat is niet altijd handig. Misschien dat we ooit nog een keer gewoon in de nether juist die metro tracks gaan maken. Dat zou eigenlijk wel handiger zijn geweest, nu ik erover nadenk. Maar op zich, ik vind het niet zo mooi dat je dan eerst door zo'n portaal helemaal heen moet. Dat is niet altijd, ook niet altijd even handig. Op zich, zoals we het nu hebben, is gewoon een stukje beter. Zoals je hoort, ik zeg best wel vaak op zich. Met dank aan Tim van Dijk, iemand uit mijn klas die gewoon constant op zich zegt. Hij zegt dodelijk irritant. Maar dat is iets tussen hem en onze klas. Niet iets dat jullie zouden kunnen begrijpen, denk ik. Oh, we moeten alweer eten, zie ik. Ja, daar hebben we de metro even geshowcased. Er valt op het moment niet heel veel aan te doen. Het is nu even een design uitkiezen voor het station zelf. Misschien dat jullie wel weer iets in kunnen sturen. Ik denk niet dat dat gedaan wordt. Toch, een beetje interactie is altijd leuk. Hier hebben we staan. Hij heeft geen naam? Ik had hem toch een naam gegeven? Ik weet niet. Hoe heette die ook alweer? Helemaal vergeten. Laat me eventjes denken. Volgens mij, hij heet... Jerome heet die. Best wel een coole naam. Ik hoor meteen alweer creepers. Dat heb je altijd. Dat je gewoon normaal staat en dat je gewoon overal creepers hoort van mensen die ze laten ontploffen. Ik laat ze nooit ontploffen. Ik meestal dan, van ieder geval, nice. Veel oak logs. Meestal dan zorg ik er gewoon voor dat ze dus niet ontploffen en dat ik ze gewoon vermoord. Oh ja, hieronder zit ook nog iets leuks. Misschien dat we dat ook wel kunnen zien. Daarbovenop gaan we zo ook nog eventjes naartoe. Kleine showcase. Ik beloof dat er donderdag of vrijdag weer een nieuwe aflevering van The Hardcore Wombats op dit kanaal komt. Het is heel lang geduurd. En daarom nu eventjes een showcase. En dan de vorige keer gaan we gewoon eventjes weer lekker survivalen. Hier woont Roman tijdelijk. Ik weet niet wat dit voor deur is. Hier zie je dus nog een kamertje. Met een mine. Hoe komt hij weer omhoog als hij zo ver naar beneden valt? Nou, dat zien we wel. Misschien dat we het zometeen wel een keertje proberen.
Hij heeft ook al best wel veel resources. Hier zo allemaal ijzer, lapis lazuli en gold ingots. We moeten nog even regelen hoe we het nou eigenlijk gaan doen met samenwerken en alles. Is dit zo'n omhoog gaan? Nee. Met samenwerken met materialen. Sowieso de steden gaan laten niet allemaal samen doen met spullen. Maar gewoon de mensen van één stad, die gaan dan wel alle spullen zo'n beetje samen delen. Dus als eentje gewoon minder doet dan de ander, dan wordt het ook wel gezegd. Je hoeft natuurlijk niet constant mee te helpen. Maar je moet zeker dan ook niet gewoon constant alle diamonds opmaken en zo. Ik weet niet wat hij hier aan het doen is. Ik denk gewoon een beetje aan het minen, maar ik vraag me dan af hoe die weer terugkomt. We hebben wel slash home command. In deze server mag je slash home command gebruiken, maar slash back command niet. Gewoon puur omdat je dan gewoon heel makkelijk van plek naar plek kan tp'en. En het is en blijft survival, dus dat heb ik liever niet. Ik ben wel iemand die echt van het hardcore survival is en blijft. Mijn pick, zoals je ziet, is nog steeds niet op. Dat komt niet omdat ik gewoon niks heb gedaan. Het komt omdat ik hem telkens heb gerepareerd. Tussendoor is hij één keer kapot gegaan. Dus toen heb ik met books en alles weer gewoon precies hetzelfde gekregen. Zoals je ziet, nog steeds Unbreaking 3, Fortune 3, Efficiency 5. En je ziet waarschijnlijk, als je heel goed oplet, verwacht niet dat iemand dat is opgevallen, voordat ik het zei, dat het in een andere volgorde staat, die dingen. Dat komt omdat ik ze gewoon in een andere volgorde heb gedaan. Nu moeten we weer terug omhoog zien te komen. Dat gaat hier niet lukken. Doe eventjes slash home. Die zit bij mij hier zo. En dat is op dit moment de server. Er zijn nog wel meer huisjes. Kunnen we nog even heel snel langs gaan. Gewoon even langs lopen. En dat was dan weer een hele korte aflevering. Ik weet niet of die kort was. Maar een hele niet zeggende aflevering eigenlijk. Maar ik was wel echt even heel erg trots op mijn spelers. En op iedereen die heeft meegeholpen aan de metro. Hier hebben we weer een gast. Oh, dat had ik nog niet gezien. En hier is een hele... Oh, nice. Een mellow farm hier zone. Altijd nice. Daar kun je potion of healings van maken. En dan komt de skeleton binnen. Want ja, de muur is nog steeds niet af. Misschien dat we eerst eens even met bestaande projecten verder moeten gaan. Voordat we de volgende weer beginnen. Zoals de metro nu. Andere dingen. En hier zo, de muur die is helemaal nog weer kapot. Dus dat moeten we ook wel eventjes doen. Dit is het huis van Cardi. Die had ik al een keer laten zien. Hij zit ook nog steeds op de server. Hij is niet heel vaak online. Maar als hij online is, dan is hij ook echt goed bezig. Dat is leuk om te zien. Dat iedereen gewoon samen, in harmony, lekker samenwerkt aan een mooie server. Daar hebben we Jessen 102. Laten we even vragen wat hij al heeft gedaan. Hé, hey, wat heb je allemaal al gedaan? Ik word aangevallen, ik weet het wel. Gelukkig is mijn armen best wel OP. Nice, ijzeren zwaardje gewoon helemaal gratis. Hier hebben we zo'n squid zombie gast. Maar ja, nu gaan we echt afsluiten. Hij heeft trouwens Liam in zegt. Dat ik eventjes vergeten. Ik ken hem al wel van heel lang van de video's en alles, maar nog niet van de server. 46 euro, nice. Maar ik ga hem dus nu echt afsluiten. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Tot de volgende keer. Wees wel, blijf wel, want het zijn er wel mat. En bye bye. Abonneer op dit kanaal. Laat een like achter op deze video. Voeg het toe je favorieten. En tot de volgende keer. Bye bye.